Oké, welkom bij een nieuwe video. Sorry dat er vorige week geen vlog was en sorry dat er deze week ook dus geen vlog komt, maar een Q&A. Ik moet even naar de instellingen kijken van deze camera. Oké, dit is wat het is. Ik hoop dat die een beetje scherp blijft. Vorige week was er geen vlog omdat ik een super leuke mukbang had opgenomen met Danique. Omdat ik eigenlijk een beetje merkte dat ik er een klein beetje tussenuit wilde met vloggen, even 2 weken. Of tenminste eigenlijk 1 week, omdat ik dan dus 1 week had voorbereid. Ik wilde gewoon iedere maandag uploaden. Ik had dus voor de ene maandag een mukbang met Daan. En voor deze maandag wil ik sowieso een Q&A opnemen. En vanaf deze week ga ik weer vloggen en dan volgende week uploaden. Ik wilde gewoon even een break, was er echt even aan toe. We zijn ook nog een paar dagen weg geweest, dus ik ben helemaal opgeladen en ik voel me helemaal zen. En het was echt super lekker. We zijn naar Ibiza geweest en het was echt heerlijk. Gewoon echt eventjes verstand op nul en heel weinig hoeven doen. Ik heb mijn telefoon ook bijna niet gebruikt. Instagram super inactief, dus ik wil het allemaal weer gaan oppakken. Maar ik was er echt even aan toe om het ook niet te doen. Nu was er alleen, ik had een nieuwe camera gekocht en dan had ik die mukbang mee opgenomen. En ik denk dat er iets met het kaartje was, want het lukte niet om die video te importeren. 2 van de 4 beelden wel. Ik had iedere keer mijn camera op pauze gezet en dan weer door, zodat die niet stopt met filmen, omdat je niet aan 1 stuk door heel lang kunt filmen. Nou, technisch verhaal anyway. Maar 2 van de 4 beelden waren geïmporteerd en dat waren 2 stukken uit het midden, of het tweede deel en het laatste deel. Dus ik kon er geen video van maken, ik heb het echt geprobeerd. En ik baalde er enorm van, want het was echt een tering grappige mukbang, dat weet ik wel. We hadden een Q&A en zo erbij gedaan, dus het was echt, echt heel grappig. Alleen, het is er niet van gekomen. Anyway, lang verhaal kort. Vandaag dus een Q&A. Ik heb dit geweldige Comfy Season pak aan. Er zit ook een broek bij. En ik heb net mijn ochtendkoffietje en ik heb hem wel opgemaakt voor een deel. Alleen, ik heb mijn haar nog niet helemaal gedroogd, dus ik zit er een beetje niet helemaal voorbereid bij. Maar ja, boeien. Ik dacht, ik ga het gewoon opnemen en volgende week dus gewoon weer een vlog. Sorry voor dit irritante kutschema, maar ik had het even nodig. Ik heb gisteren een Instagram sticker geplaatst met de vraag of jullie... Oh ja, oh my god, trouwens vanaf donderdag eerste 2 afleveringen van Temptation Island. Ik heb er zoveel zin in. Echt niet normaal. Maar ik had gisteren dus een vraagsticker geplaatst op Instagram. En ik dacht, ik ga gewoon een aantal vragen beantwoorden. En de vraag die ik echt zo veel heb gekregen. Dus ik dacht, laat ik maar eventjes daar gewoon een antwoord op geven. Was, omdat er nu dus 2 weken geen vlog is, ben je zwanger? Nou, nee. Ik ga nu gewoon eventjes voor eens en altijd uit de lucht helpen. Nee, het is niet zo. Ik snap niet gewoon altijd als ik een vraagsticker plaats, is dat gewoon altijd de meest gestelde vraag. Het antwoord is nee, het staat ook niet op de planning. Just living life. Nee. Oké. Ik vind het ook best wel bizar, want volgens mij is er geen onderwerp zo veel besproken vanuit influencers. Van het is best wel kut om die vraag te stellen. Voor hetzelfde geld kan je geen kinderen krijgen. Heb je geen kinderwens überhaupt? En hangt daar nog een beetje een ding overheen? Probeer je het, maar lukt het niet. Whatever, echt. Het kan van alles zijn. Maar goed, oké, ik begrijp als ik de vraag stel met Ask Me Anything. Maar ja, dan denk ik ook alweer, stel dat ik het zou zijn. Dan ga ik het toch niet zo beantwoorden van, oh ja, trouwens, inderdaad. Nou ja, anyway. Ik heb niet heel veel moeite met de vraag, maar gewoon het antwoord is nee. Op alle Prego gerelateerde vragen. Grootste uitdaging, werk en privé. Nou, dat is denk ik alles timen. Ik merkte dus dat ik het een beetje ver had laten komen. Vandaar ook even de 2 weken eruit. Is ik wil heel graag alles tegelijk doen. En ik heb ook het idee dat het eigenlijk heel vaak wel kan. Maar soms is er dan een ding waarin er niet goed getimed is. En dan heb ik privé veel te veel dingen gepland. Terwijl ik werk ook heel veel dingen nog moet doen. En dan loopt het soms een beetje in de knoop. En los daarvan is het natuurlijk ook nog eens moeder zijn. Dus de weekenden zijn er ook niet om uit te rusten, maar zijn er om heel veel aandacht en liefde aan zijn lief te geven. Dus ik merk gewoon dat af en toe timing en keuzes maken. Keuzes maken vind ik heel moeilijk. Ik heb zo vaak dat er 2 dingen waar ik allebei op hetzelfde moment wil zijn, op hetzelfde moment vallen. En nu door die coronacrisis was dat eigenlijk dus, viel het wel mee. Alleen nu merk ik dus weer, er komen allemaal weer dingen aan en dan zie ik 2 dingen in mijn agenda en dan krijg ik weer
een leuk aanbod of een uitnodiging of iets waar ik dan eigenlijk ook heel graag, en je kan jezelf niet in 3 stukken delen, kan wel, maar dan heb je niet zoveel meer in jezelf. Dus ja, ik denk dat ik dat het lastig vind, keuzes maken en timing. Hoe ging de bevalling bij jou? Ik ben nu prego namelijk en kan wel wat steun gebruiken. Ik heb daar een video over gemaakt. Ik zal hem hier beneden even linken trouwens. Het is echt super raar voor mij nu ook om weer te zien. Ik heb daar echt mega donker haar en ik was net bevallen, dus het is ook echt 3 jaar geleden. Ik kan niet naar die video kijken. Maar ja, daarin vertel ik volgens mij wel redelijk open over mijn bevalling. Waar ben je het meest dankbaar voor? Nou, er is niet iets waar ik het meest dankbaar voor ben. Nou ja, natuurlijk Sarah Lizzie. Maar los van haar ben ik eigenlijk letterlijk voor alles dankbaar wat ik in dit leven heb. Er is niks wat ik anders zou willen. Er is niks waarvan ik denk, natuurlijk, ik heb heel veel dingen waarvan ik denk dat het kan beter of het kan meer of het kan sneller of je kunt je beter voorbereiden of meer oefenen of whatever. Maar eigenlijk ben ik echt voor alles wat ik heb in mijn leven. Als ik nu om me heen kijk, er is niks waar ik nu naar kan kijken en kan denken, daar ben ik niet dankbaar voor. Ik weet niet. Ik denk dat dankbaarheid heel erg veel te maken heeft met je geluk. En ik denk dat als je goed kunt realiseren waar je allemaal dankbaar voor bent en waar je dankbaar voor kunt zijn, dat je heel veel vrede hebt met hoe je leven eruit ziet. En los van dat ik nog heel veel doelen heb en heel veel ambities, en ben ik ook heel dankbaar met wat het nu is. Ik ben ook heel tevreden. Dus ik denk dat ik wel afgelopen jaar wel ongelukkig ben. Alsof ik heb gewoon alles wat ik wil. Ik heb alles gewoon, ja, voor mij en mijn gezin helemaal lekker voor elkaar. Ik vind het gewoon, ja, ik ben gewoon voor alles heel dankbaar. Ik doe hele leuke dingen. De balans tussen werk en privé is fantastisch. Mijn werk is ook weer heel veel gemengd met privé, maar ik vind het allerleukste dat er is. Heel veel, echt hele dierbare vriendschappen, relaties, fijne familie, fijne schoonfamilie, fijne relatie zelf. Nou, Sarah Lizzie wordt met de dag leuker. Ik ben gewoon voor alles heel dankbaar. Hoe ben je zo afgevallen? Nou, ik weet niet waar deze vraag vandaan komt, maar het is gewoon absoluut niet waar. Ik ben nu juist echt alweer best wel aangekomen. Maar ik moet zeggen, ja, het ligt eraan met wanneer je dat vergelijkt. Toen ik zwanger was, ja, uiteraard ben ik afgevallen daarna, maar het is weer 3 jaar geleden. Maar ik denk dat ik toch wel weer, ik moet iets strenger er weer op zijn voor mezelf. Maar toch vind ik het ook wel weer een kwalijke vraag, als in hoe ben je zo afgevallen. Ja, ieder lichaam is anders, je kunt er bijna niet, ja, ik kan niet zeggen, ja, ik eet een breaker en een kiwi op een dag. Ja, logisch dat je dan afvalt, maar dat doe ik by the way niet hoor. Maar ja, ik weet niet. Ik vind het altijd een beetje een lastig onderwerp om iets over te zeggen of iets over te vinden. Ik bedoel, ik denk dat het heel belangrijk is dat je dankbaar bent voor je lichaam en dat het gezond is. En ja, die movement over, ik vind het wel lastig om hier iets over te zeggen, maar die movement over dat ieder lichaam goed is en dat andere mensen daar niet over moeten oordelen, vind ik echt 2 kanten hebben. Aan de ene kant vind ik het echt fabulous, want het is ook jouw lichaam. En zolang jij er blij mee bent en trots als het functioneert, helemaal top. Maar aan de andere kant denk ik ook, ik vind het ook niet iets slechts om mensen te supporten in een gezondere levensstijl. Als in, gezond hoeft niet te zijn, minder calorieën en afvallen en bla bla bla, maar gezond is wel genoeg voedingsstoffen binnenkrijgen, goede producten eten. Maar gezond is ook niet ontzettend overgewicht hebben, naar mijn idee. Want wat ik altijd heb geleerd is dat je daar weer allemaal ziektes van krijgt en je bent niet zo fit als dat je bent wanneer je gewoon een gezond BMI hebt. Ik vind een gezonde levensstijl een gezond BMI. En ja, ik weet niet, ik vind dat die nieuwe movement best wel 2 kanten heeft. Maar ik zal er wel ontzettend veel kritiek over krijgen. Allemaal lekker doen waar je zin in hebt en zolang jij jezelf mooi vindt, helemaal perfect. En uiteraard heeft iedereen ook dagen dat je denkt, ugh, ik vind mezelf vreselijk. Heb ik iedere dag? Nee, heb ik niet iedere dag, maar als in, dat is ook oké. Ik vind het lastig om mezelf hier goed in te verwoorden, merk ik. Tips voor telefoondetox. Ik blijf die constant vastpakken, ook al mag ik niet in de apps gaan van mezelf.
Ja, een telefoondetox moet je eigenlijk gewoon echt doen als je er zelf zin in hebt. Of als je er aan toe bent. Als in, ja, ik heb daar niet echt tips voor, want ik merk dat ik er van de week heel erg aan toe was. Ja, dan leg ik hem weg. En ballen. Ja, je kan me bellen, ik neem niet op. Je kan me mailen, ik reageer niet. Dus ja, soms moet je gewoon... Ik denk niet dat er tips... Ik heb er in ieder geval geen tips voor mezelf aangegeven of opgezocht. Ik dacht gewoon, ben er helemaal klaar mee. Dus dan doe ik het ook weg. Maar goed, daar ben ik best makkelijk in. Dus ja, ik weet niet. Volgens mij is Robert aan het bellen boven en aan het lopen. Ja, nou, als je iets hoort tussendoor, dat is het dus. Hoe bevalt de city life? Nou, ik ben echt iedere dag nog zo blij dat we hier wonen. Zo dankbaar voor alles wat er in dit huis staat. Alles wat het huis is, waar het staat. Gewoon het leven in de stad is voor mij zo kwalitatief veel vooruit gegaan. Ik kan me gewoon niet meer bedenken waarom ik uit de stad was weggegaan. Ik ben zo blij met deze beslissing. Ben je van plan om nog wat te doen met je eigen podcast? Eigenlijk heb ik daar echt al best wel lang niet over nagedacht. En is er geen prioriteit om mijn eigen podcast nog uit te breiden. Ik ben nu natuurlijk bezig met de podcast samen met Kai, Geus en Gorgels. En dat gaat super goed. En dat vind ik echt het allerleukste qua werk om te doen. En ik merkte ook, mijn eigen podcast bestond uit gesprekken voeren met gasten. En op een gegeven moment heb je alle gasten die je zelf interessant vindt, heb je al gehad. Dus dan, ik merk zelf altijd bij andere podcasts waar het gaat over gasten of YouTube formats waarbij er mensen te gast zijn voor een soort interview. Dan klik ik het alleen aan als die gast mij interesseert. En als ik op een gegeven moment bijna alle gasten heb gehad die mij interesseren, ja, dan is het gesprek daarna niet zo heel oprecht meer. Maar ik denk, ja, jij boeit mij minder dan de gast die ik als eerst had uitgenodigd. Dat klinkt een beetje bruut, maar ja, zo is het wel. Dus nee, ik heb niet echt de behoefte daar mega nog wat mee te doen. Misschien in een andere vorm. Maar het staat nu niet hoog op het prioriteitenlijstje in ieder geval. Is een weekje offline je goed bevallen? Ene kant ja. Andere kant had ik echt mega zoiets van, oh my god, er knaagt iets aan me. Als in, ik had de hele dag mijn telefoon op vliegtuigmodus en af en toe keek ik er wel op. Maar ik had de hele tijd wel zoiets wat aan me knaagde van shit. Oh, die mails gaan nu echt opstapelen in mijn mailbox. De appjes gaan opstapelen. Straks dan doe je je telefoon weer van die vliegtuigmodus af. En dan krijg je ineens weer mega veel gemiste oproepen. Dus dat had ik af en toe wel. En ik deed dus bijna niks met die oproepen. Niks met die mails, niks met die dingen. Gewoon omdat ik dacht, oké, want dan heeft het dus geen zin. Dan verplaats je gewoon het moment. Maar ik merkte dus wel dat ik er een beetje ook een onrustig gevoel van kreeg. Maar misschien is dat gewoon een kwestie van jezelf aanleren nog maar op 3 momenten mailtjes, telefoons, berichtjes te beantwoorden. In plaats van de hele dag door. Ik weet niet, ik hou van dit ding, maar ik haat het ding ook echt mega erg. Is er een eigenschap van jezelf die je echt vreselijk vindt of echt geweldig vindt? Nou, vreselijk vind ik dat ik heel erg mood swings kan hebben. Dus de ene keer kan ik iets opvatten als geweldig en de andere keer kan ik er echt op een zwaar negatieve manier naar kijken. Ik vind het ook vervelend dat ik lijk heel direct, maar als iets me echt aangaat, dan krop ik het heel erg op. Vind ik ook heel vervelend. Zeg het gewoon, weet je wel. Want dan is, dat merk ik dus wel, als ik dingen uitspreek, is meteen uit de lucht. En als ik dat niet doe, loop ik echt met een soort steen in mijn maag rond. En ik voel overal spanning in mijn lijf. Ik kan niet slapen, ik kan niet eten. Ik voel echt, het neemt een soort van mijn hele lichaam over. En dan denk ik ook echt van, ja, maar dit probleem, ik maak het zo groot in mijn hoofd. Dit probleem is zo groot. Dat ga ik niet weg kunnen nemen. En dan uiteindelijk is het uitgesproken en dan denk ik, Jezus, alles is gewoon uit mijn lijf. Het is gewoon helemaal uit mijn systeem. Dus daar zou ik echt wel wat aan moeten doen. Ik heb ook echt totaal niet die vragen eerst opgeschreven. Maar ik zit nu te zoeken hier in dit. Heel kut. Iemand zegt, waarom neem je een detox? Gaat je werk er niet aan? Nou, dat is dus een ding waar ik dus echt anxiety van krijg. Als in, ik heb heel erg het idee dat ik dus de hele dag wel moet posten, wel actief moet zijn op Instagram, wel appjes, mails en dingen moet beantwoorden. Maar dat kan niet gezond zijn, denk ik dan. Dus, en ik merkte nu, ik ben dan 2 weken even afwezig geweest. Nou, ik heb echt volgens mij van niemand een bericht gekregen van, oh, gaat wel goed. Je post een beetje weinig. Dus eigenlijk, ja, gaat je werken niet aan. Nou ja, misschien wel.
En misschien valt het allemaal best wel mee. En misschien vind ik het ook belangrijk om goed in mijn vel te zitten. En is werk niet het allerbelangrijkste altijd in je leven. En moet je ook wel eens op de rem trappen. Dus ja, ik denk het. Ik heb nu weer mega veel en frisse energie. Dus oké, okay, is echt wel echt een nadeel aan dit huis. Het is zo gehoorig. Je hoort echt alles, iedere voetstap. En Rob is boven aan het werk, want zijn kantoor is nog niet af. Dus ik heb nu al 100 keer de video moeten onderbreken. Omdat het gewoon echt... Oh, gisteren zaten we boven tv te kijken en de bovenburen kwamen thuis. Het lijkt letterlijk alsof er iemand gewoon naast je staat op de bank. Niet normaal. Dus dat is een beetje een nadeel. Maar ja, ik weet niet wat ze daar nog meer aan zouden kunnen doen. Dan moet je volgens mij alles helemaal weer opnieuw gaan isoleren en doen. En I don't know. Oh ja, ook super veel vragen over of Like Monica is gestopt. En of er nog een derde seizoen aankomt. Nou ja, het tweede seizoen is afgelopen. Er waren evenveel afleveringen als het eerste seizoen. Dus daar zit voor nu een einde aan. En ja, we zijn wel in gesprek over een derde seizoen. Maar ik vind het toch lastig. Ik merkte dat ik die periode als super druk heb ervaren. En ik merk dat dan mijn kanaal een beetje in de knoei komt. Omdat ik niet dingen dubbel kan delen. Ja, het is gewoon best wel intensief. Als in je denkt, ja, een camera volg je, lekker boeien. Maar dat betekent dus wel, een cameraploeg is vaak 2 of 3 mensen. En als zij een ochtend komen filmen hoe het ochtendritueel met Sarah Lise bijvoorbeeld is. Nou, Sarah Lise wordt om 8 uur wakker. Betekent dat die crew om 7 uur voor de deur staat. Dat je koffie voor ze moet gaan zetten. Dat je, weet je wel, de hele dag zijn ze met je mee. Dus je luncht met elkaar. Je hebt alles eigenlijk met elkaar. En dat kan gewoon erg intensief zijn. Ook als je los daarvan ook nog heel veel moet regelen. En gewoon je normale werk doorgaat. En ik ook nog moet vloggen. Dus ik weet het niet. We zijn erover in gesprek. Misschien niet. Vorig seizoen, tussen de 2 seizoenen, heeft het ook volgens mij bijna 1 jaar gezeten. Dus misschien dat dat nu ook weer zo zou zijn. Maar ja, ik merk dat er wel heel veel vraag naar is. Dus wellicht dat ik denk toch maar weer wel. Ik vind het ook wel echt leuk om terug te zien hoor. En ik vind dat afleveringen seizoen 2 was super positief en leuk geëdit zijn en zo. Dus ja, er kriebelt wel iets, maar... Heb je de witgrijze muur nog in huis of heb je het toch veranderd? Nee, ik dacht na een tijdje dat ik er wel gewend aan was. Dus ik vond het eigenlijk wel, het blendt nu wel mooi in het interieur. En mocht ik het op een dag nog zat zijn, dan kan het altijd nog weg. Maar op zich ben ik er wel oké mee voor nu. Dus nee, we gaan er niks aan doen. Toch 100 vragen, wat is je ultieme seksfantasie? Echt alleen maar kindervragen, dat is niet normaal. Niet normaal. Iets waarvoor mensen jou om 3 uur 's nachts wakker kunnen maken. Oh, heerlijk. Nou, een heerlijke gezellige lunch met vriendinnen of zo. Dat vind ik zo leuk. Er is niks leukers, vind ik, dan lekker gaan zitten, lekker eten, kletsen. Dat is echt mijn favoriete bezigheid. Wat vond je de moeilijkste fase waar Sarah Lise doorheen is gegaan? Nou, ik vind dat iedere fase brengt superleuke en best wel zware dingen met zich mee. Alleen, ik vond, denk ik, als ik terugkijk, ik vind het wel steeds makkelijker worden nu ze ouder wordt. Ze kan zelf zich aankleden, ze doet het heel vaak niet. Dus dat is dan weer challenging, dat je denkt, luister gewoon een keer. Maar ze kan praten, het is heel gezellig met haar, dus alle positieve dingen die je voor terugkrijgt worden steeds meer, vind ik. Ik vond, denk ik, gewoon de babyfase het lastigst. Heel weinig slapen, veel onderbrekingen. Je hebt geen idee wat je kindje bedoelt als ze huilen, weet je wel. Soms heb je alles geprobeerd en dan, je kan echt zo'n radeloos gevoel hebben. En dat heb ik dus wel ervaren tijdens de babyfase. Ik vind het nu eigenlijk, nou, met de dag makkelijker worden. Ja, en leuker. En gewoon echt, ik ga soms helemaal stuk om haar. Ja, ja, ik vind het echt, ik vind het nu het allerleukste ooit. Hoe gaat het met je gezondheid? Nou, ik vind dit wel, het is echt iets waar ik de laatste tijd mee bezig ben. Ik was met een gezelschap een paar dagen geleden en een van de connecties uit dat gezelschap had MS of is geconstateerd met, nee niet MS, ALS. En dat is een ziekte waarbij het gewoon heel snel gedaan kan zijn. En toen dacht ik echt van, holy shit, het is zo
bijzonder dat als je gewoon gezond bent. En ik weet niet, ik realiseer me dat gewoon. Ik heb denk ik heel lang je gezondheid voor lief genomen of zo. Misschien heeft dat ook met ouder worden te maken. Ik denk niet dat kinderen iedere dag stilstaan bij het feit dat ze gezond zijn. Tenzij je dus als kind niet gezond bent. Dan sta je natuurlijk wel bij stil hoe mooi het zou zijn als dat wel zo is. Maar weet je, ziekte is iets wat je niet in de hand hebt. Of vaak niet in de hand hebt. En het is zo bijzonder dat gewoon al mijn dierbaren en ikzelf gewoon gezond zijn. En dat we allemaal kunnen leven. En ja, ik weet niet. Ik vind dat echt iets wat je niet zou moeten onderschatten qua dankbaarheid. Dus ja, dat is hoe ik denk over mijn gezondheid. En die van mijn naasten. Echt, ik hoop zo erg dat deze video het gewoon doet met importeren. Want anders dan weet ik niet. Ik ga denk ik nog even één vraag doen. Oh ja, hoe vind je het om samen te wonen met Rob en Sarah Lissy? Dat vind ik echt super, super, super gezellig. Het was eigenlijk, het begon een beetje gewoon irritant te worden dat we niet samen woonden. En waren al langer dan een jaar samen wel. En dan, ja, we sliepen wel gewoon bijna iedere avond samen. Dus dan was het altijd gedoe met je logeert als inpakken en zo. En hij sliep eigenlijk vaker in Vinkveen bij ons dan dat ik bij hem sliep. Dat deden we eigenlijk alleen in het weekend als Sarah Lissy bijvoorbeeld bij een opa of oma ging logeren. Dan gingen we wel in Amsterdam slapen bij Rob. Alleen voor de rest, ja, was het gewoon constant heen en weer. En dat was best wel irritant. En ik weet niet, ik vind het nu super gezellig. En ik vind het ook heel erg leuk dat we dan normaal gingen afspreken om dan samen te slapen. Dan ben je automatisch al de hele avond samen. En nu hebben we ook best wel weer een rijk sociaal leven los van elkaar. En dan zie je elkaar thuis weer, zeg maar. Ik vind dat gewoon heel leuk. Of we kwamen dan thuis van vakantie samen in ons huis. Dat was ook nog niet gebeurd. Zo van, ja, het is gewoon ons huis. Je hoeft dan niet nog weer los van elkaar thuis te gaan wassen en bla bla. Je voelt je gewoon op je gemak, of meer op je gemak in je eigen huis dan als je bij iemand anders bent. Al ben je er vaak. Dus ja, het bevalt echt helemaal top. En het is ook heel fijn met Sarah Lissy. En ja, je vormt meer een gezin dan dat je bij elkaar over de vloer komt, zeg maar. Dus ja, helemaal top. Ik ga de Q&A afsluiten, want anders wordt het heel erg lang. En ik wil hem gaan editen en gewoon zo snel mogelijk gaan uploaden. Dus hartstikke bedankt voor het kijken. Ik ga vanaf vandaag dus weer vloggen. Volgende week maandag een nieuwe vlog. En ja, donderdag dus de 2 afleveringen van Temptation. Echt zoveel zin in. Oké, nou, tot volgende week. Doei!